Hoi. Zeg eens even wat je plan was. Hoi allemaal. Het is vandaag zaterdag en ik begin de vlog nu. Op zaterdag een keer voor de verandering. Ik ben gezellig met Judith. Ik ga niet eens in de vlog, wat is het dan? Je bent er nu toch? Welkom bij deze nieuwe vlog. Geef alvast een duimpje omhoog en... abonneren. Abonneer hier. Beneden. Kijk tegen de zon in, dat is niet geen mooi. Ik ben gezellig met deze. Ik heb ook een herkansing, Nanieke herkansing. Chill. Maar ik moet dit van mama even naar binnen brengen. Nee, maar mevrouw Judith gaat mij gewoon verlaten weer. Want die gaat weer werken in Spanje. Hard aan het werk. Ze is hard aan het werk hoor. Nu al. Nu al. Nee! Wat een Nee! Oh! Nee! Lekker Judith! Stap vol mijn schoenen in leven, pastai! Ja, dat is dezelfde kleur als de kleed! What about us? What about all the broken happy ever afters? Enough is enough. Oh, what about us? Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik lig lekker op het balkonnetje buiten te wachten op mama, want die komt zo meteen hierheen. Maar oh, ik word echt zo ontzettend blij van dit weer. En ik geniet er echt intens van. Alleen een beetje jammer dat het na maandag dus alweer over is en het weer terug naar 15 of 17 graden gaat. Ik ga dus volgende week naar Londen en ik had zo gehoopt dat het in Londen mooi weer zou zijn. Maar nee, helaas, het wordt me niet gegund. Ik ga nu nog even lekker liggen. Kijk, ik heb hier een kussen van de bank op het balkon neergelegd met een handdoek eroverheen. En daar lig ik heerlijk op. Of kan ik tegenaan zitten? Nou ja, in ieder geval helemaal chill. Zo, mama en ik zitten lekker aan de Piushaven met z'n tweetjes. Nou, eigenlijk niet met z'n tweeën, want er zit hier een hele groep mensen achter. Maar oké, okay. We liggen hier echt al de hele dag. Eerst was Soraya er nog bij met haar vriend, maar die is nu weer weg. Maar heerlijk, ik geniet hiervan. Mama en ik zijn lekker op een strandje in Breda aan het chillen en het is echt fijn. Het is echt zo mooi weer, zo warm en ik vind het heerlijk. Zo, mama en ik lopen nu lekker in Breda, want we gaan zo meteen naar Cats. Maar ik ben echt super excited, want ik wil die Cats gewoon, wil ik gewoon echt heel graag zien. Dus ik ben echt heel excited om die nu te zien. Ik word hier ook weer lekker aangekeken. Ik had het een beetje awkward. Maar goed, we hebben een hele lekker dagje gehad, hè man? Heerlijk. Lekker in het zonnetje gezeten, gelegen. Dat heb ik al verteld. En pizza gegeten. En nu gaan we naar Cats. Ik ben weer lekker thuis van echt een heel lekker dagje met mama. Lekker op het strandje gelegen. Dat is ook wel te zien, want ik ben weer lekker bruin geworden. En we waren dus in de avond naar Cats. En het was zo'n vette show. Ik ben zo blij dat ik het heb gezien. Weet je, het is gewoon echt een klassieker. Ik weet niet, dat moet je gewoon gezien hebben of zo, denk ik. En ik ben echt heel blij dat ik het heb gezien, want het was echt bizar goed. Morgen moet ik weer naar school, of tenminste. Ik heb niet een normale lesweek deze week. We hebben deze week themaweek. En dat houdt eigenlijk in dat ik met één iemand uit mijn klas in een groep word gegooid samen met mensen van de andere opleidingen. En dan gaan we een week lang samenwerken en iets maken. Dat is tenminste wat tot nu toe altijd is geweest. We hebben er niet echt info over gehad, dat horen we allemaal morgenochtend. Dus nou, iets in die trant. In ieder geval, we gaan de hele week met mensen van andere opleidingen dingen doen. Dus dat is gezellig. Dat is leuk. Hoop ik. Ik hoop dat het leuk wordt. Ik weet niet of het leuk wordt, maar dat gaan we zien. Dus ja, ik ga nu even lekker douchen en dan morgen weer een nieuwe schoolweek. Ik heb gisteren eventjes niks gevlogd, want gisteren was de eerste dag van de themaweek. En ik dacht van, laat ik eerst maar even aftasten voordat ik weer ga vloggen. We zijn dus gisteren begonnen met de themaweek en ik moet zeggen dat ik echt best wel blij ben, want ik heb echt gewoon een hele leuke groep. Met heel veel leuke mensen. Dus het is wel heel erg leuk om
nieuwe mensen te ontmoeten van je school. Ik bedoel, je zit allemaal bij elkaar op school, maar je hebt ze gewoon nog nooit gezien. Dus dat is eigenlijk best wel gek. Maar ja, ik heb echt een superleuke groep. Ja, vandaag neem ik mijn camera mee en ga ik misschien wel even wat filmen. Want er waren wel wat mensen enthousiast dat ik vlog. Dus sommigen vinden het echt niet erg als ik ga vloggen. Dus we gaan het zien. We moeten nu een voorstelling maken voor vrijdag en van 10 minuten. En dat moeten we helemaal zelf maken met z'n allen. En we zitten met mensen van dans, theater, muziektheater, beeldende vorming en Rock Academie zit er ook bij. Dus allemaal verschillende disciplines en dan gaan we samen een voorstelling maken. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ik heb geen idee. Dus ja, dat gaan we zien. Zoals je net in de prachtige sfeerbeelden hebt kunnen zien, gaat het hartstikke goed hier. We zijn lekker creatief bezig geweest. En nu moet alleen nog het hele stuk gemaakt worden. Maar de ruimte is in ieder geval al mooi aangekleed. Dus het gaat helemaal goed komen. Hallo! Nou, hij wil al de hele tijd zijn shine pakken, maar dat mocht niet, want het was sfeerbeelden aan het maken. Even sfeerbeelden. Ja, en nu mag je gaan praten. Ja. Nou, hoe gaat het, Jentel? Het gaat hartstikke goed. Ja, we zijn lekker bezig, vooral helemaal. Ik. Ja, Pamela is echt gewoon on point. Ze is on fire. Ik kom even de tijd regelen, want ik doe de tijdsplanning. We hebben tot 3 uur de tijd, wil ik even meedelen. Ik moet de serpentines nog ophangen. Wat ben ik dan? Alles creatief. Vloggen. Jij moet vloggen en Pamela zijn. Pamela doet de sfeerbeelden, wij doen gewoon de echte dingen. De creativiteit. Nee, is goed! Goedemorgen, het is vandaag donderdag en vandaag de ene laatste dag van de themaweek. Ben ik best wel blij mee. Ik heb een superleuke groep, superleuke mensen, maar ik heb gewoon heel erg veel zin in deze vakantie. Dus ik ben gewoon blij dat het morgen weer voorbij is en dat ik dan lekker vakantie heb en maandag naar Londen ga. So excited. Ik ben echt niet normaal excited. Vandaag gaan we denk ik hard werken aan onze voorstelling voor morgen. We hebben gisteren het beginstuk al gezet. Dus we hoeven eigenlijk alleen nog maar het eind, het midden en het eind. Dus, hallo. We zijn op school lekker gezichten aan het kopiëren. Kijk, we gaan. Kom mooi, kijk. Laat even zien. Hoe cool. En hier nog even meer sfeerplaatjes. Goed wel hoor. En nu is je hoofd opdraaien. Oké, nu je hoofd erop duwen. Snel. Kapen. 2. 1, maar ik vind het Nou, de laatste keer dat ik heb gevlogd was volgens mij 2 dagen terug. Of 3. Ik weet het eigenlijk niet. Het is vandaag zaterdag en ik heb vandaag de hele dag niks uitgevoerd. Het is nu bijna 4 uur en ik ben pas net gedoucht en ik heb me pas net aangekleed. Ik heb vandaag een beetje een video geëdit. Ik ben trouwens weer bij mama thuis, maar dat kunnen jullie denk ik wel zien in mijn kamer. Maar. En ik ga zo meteen heel even aan mijn essay werken. Ik moet die pas volgende week maandag inleveren. Dus niet aankomende week daarna. Alleen ik ga natuurlijk naar Londen van maandag tot vrijdag. Dus ik moet eigenlijk dit weekend even verder werken. Zodat ik niet meer zoveel hoef te doen als ik terugkom uit Londen. Want dan heb ik daar waarschijnlijk 0,0 energie voor. Dus ik kan het maar beter nu zoveel mogelijk afmaken. Dus dat ga ik straks doen. Een poging. Maar ik heb vandaag echt de slechtste concentratie in de wereld. En aan de andere kant verveel ik me heel erg. Dus dan heb ik zoiets van Pam, doe het nou gewoon. Het lukt gewoon allemaal niet vandaag. Het is echt zo'n super luie vakantiedag. Echt waar. Maar ja,
Goedemorgen, ik zit in de auto. Het is vandaag zondag en ik ga nu lekker even een dagje naar papa. Want die heb ik allemaal een tijdje al niet meer gezien. Ja. Dus ik ga nu even lekker daarheen rijden en even een dagje daar. En morgen naar Londen. Echt, ik kan niet wachten. Ik ben zo excited. Zo, ik ben terug van papa. Het is vrij laat. Het is, ik denk hoor, 7:45 is het nu. Ik heb niks gefilmd vandaag bij papa, maar ik heb ook echt letterlijk niks uitgevoerd. Ik heb de hele dag op de bank gezeten en 4 afleveringen van Game of Thrones gekeken. Dus dat is bizar. Ik ga nu mijn koffer inpakken. En ik dacht, laat ik dat voor jullie filmen. Ik heb dit kleine koffertje voor morgen. Dit ligt nu allemaal op mijn bed. Ik kan niet alles meenemen. Dat snap je wel, want dat past echt niet allemaal daarin. Dus dat ga ik nu even bekijken, wat ik wel meeneem en wat niet. Het handigste is denk ik als ik gewoon per dag een outfit ga bedenken. Ik heb sowieso voor morgen mijn pak, mijn denim pak. Ja, ik ben wel verplicht om die zeg maar dan echt op de heen- en de terugreis aan te doen. Want dit gaat niet in mijn koffertje passen. Maar goed, ik ga nu heel eventjes kijken wat ik erin ga doen en wat niet. Ik ben dus altijd heel sceptisch over het rollen van je kleding met inpakken. Want ik denk altijd van, nou, hoe kan het nou ruimte besparen? Maar het is wel gewoon echt zo. Ik heb nu echt wel heel veel kleding erin gekregen zonder dat mijn koffer helemaal overvol zit. Dus ja, het blijft gewoon een grote tip. Rol je kleding op. Echt een lifesaver. Ik heb er echt heel veel in. Ik heb een broek, een rokje, nog een broek, iets van 5 t-shirts of zo, zoiets. Nog meer, een jurkje zit erin. Nou ja, ik heb gewoon heel veel erin gekregen door het op te rollen. Dus dat is gewoon heel chill. Nou, vraag me niet hoe, maar ik heb het voor elkaar gekregen. Ik kan niks kopen deze week. Dat is één ding wat zeker is, want mijn koffer zit echt tot aan de nok vol. Ja, het is echt drama. Het is echt heel erg, maar goed. Zo, mijn koffer is ingepakt. Het was maar weer een werkje. Bij deze ga ik de vlog afsluiten, want ik moet nu deze vlog snel afediten en online zetten. Anders heb ik weer geen vlog online en dit wil ik graag, dus dat ga ik nu doen. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze... Oh, nee, wacht. Ik heb een andere leuke afsluiting voor jullie. Komt-ie. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. Doei!